50 meter. 30 meter. En de paarden zijn gestart voor de laatste koers. Na de start is het aan de binnenkant Andreas Wageman, die aan de buitenzijde wordt gepasseerd door Dean Brothers. Dean Brothers heeft de leiding genomen en heeft een kleine lengte voorsprong op Andreas Wageman. Daarachter op de derde plaats Colonel Newport. Dat zijn de best geplaatste paarden bij het indraaien van de eerste bocht. Verder weg Diane Lane. Daarachter volgt dan Discovery's Wish en verder weg in het veld Cooper Star met Deposito. En de rij wordt gesloten door Elliot River als de paarden nu de overzijde van de baan bereiken voor de eerste maal. Onder aanvoering van Dean Brothers. Dean Brothers heeft een lengtevoorsprong op Andreas Wageman. Op de derde plaats volgt Colonel Newport. Zo zijn ze aan de overzijde van de baan. Vierde is Diane Lane. Vijfde is Discovery's Wish. In zesde stelling Cooper Star. Zevende is Deposito. En achtste is Elliot River als de paarden langs het gebouw van de Gasunie trekken. En zo dadelijk de stadsbocht indraaien. Nog altijd onder aanvoering van Jeffrey Mieras met de favoriet Dean Brothers. Dean Brothers een lengte voor op Andreas Wageman. De derde plaats is dan voor Colonel Newport. Vierde nog altijd Diane Lane. En vijfde Discovery's Wish. Dan Cooperstar, Deposito. En nog altijd de hekkensluiter van het gezelschap Elliot River. Als de paarden de stadsbocht doordraaien op weg naar de rechterlijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finish nog een ronde af te leggen. Hier op het stadspark in de laatste koers van vandaag. Met nog altijd aan de kop niemand minder dan Dean Brothers. Dean Brothers heeft een lengtevoorsprong op het peloton. Daarachter is het dus in tweede stelling Andreas Wageman. Met in derde stelling Colonel Newport. En vierde plaats aan de buitenzijde is voor Cooper Star. Daarachter dan Diane Lane met Deposito. Aan de buitenzijde komt Elliot River nu naar voren. En laatste van het peloton is Dean stalgenoot Discovery's Wish. Paarden gaan de laatste ronde nu in en zijn in de stadsparkbocht. Met aan de kop nog altijd die Dean Brothers die een kleine lengtevoorsprong heeft. Dean Brothers ben nu op de tweede plaats uitgekomen aan de buitenkant oprijdend Cooperstar. Cooperstar ligt tweede. Derde is Andreas Wageman. Vierde nu Deposito. Vijfde is Elliot River. Zesde aan de binnenkant Colonel Newport. Daarachter volgt dan het nummer 5 van Discovery's Wish. En Diane Lane is nu de drager van de rode lantaarn als we halverwege de rechterlijn aan de overzijde zijn. En nog hadden Dean Brothers de maat slaat. Dean Brothers is de leider op de tweede plaats aan de buitenkant Cooperstar. Andreas Wageman ligt aan de koord. Die ligt in derde positie. De vierde plaats is voor Deposito. En daarachter volgt dan Colonel Newport met aan de buitenzijde Discovery's Wish. Zo draaien de paarden dan de bocht door en gaan op weg naar de laatste rechte lijn. Halverwege de bocht zijn de paarden nu met aan de kop nog altijd Dean Brothers die drie kwart lengte voorsprong heeft op Cooperstar. Dan Andreas Wageman met Deposito. We zijn in de laatste rechte lijn. Hebben op dit moment nog zo'n 250 meter af te leggen. Dean Brothers van kop af probeert te versnellen. Aan de buitenzijde uitgeschakeld maar drie galop. Daarachter is het Andreas Wageman met aan de wijde buitenzijde Elliot River. Maar Dean Brothers gaat zijn favoriete rol volledig waarmaken met Jeffrey Mieras. Wint de sluitingskoers. Naar de tweede plaats sprint dan Discovery's Wish. Close daarachter tussen Andreas Wageman en Deposito. Een oproep voor de piqueur Dennis Minema. De piqueur Dennis Minema wordt verwacht bij het draverijcomité. Voor de mensen hier op de baan die alvast naar huis gaan, we hopen u allen natuurlijk weer op 10 september hier terug te zien.